handen lang het af. Doet de rijp gecureerd. Kijk, we lopen naar beneden. De schakel is de loze alarm. Of iemand heeft de knop ingedrukt. Haar brandalarm gaat af. Maar dit is scheef gecureerd, wat ik al zei. Hoor maar. Ja. Ik hoop dat het echt is. Dan hoop ik dat anderhalf jaar en dan moet die half jaar toch niet op school zitten. Uitval! Ja. Ja, weet je niet wat aan de hand is? Zo, het is er geen rook. Maar het is behoorlijk druk. Ik heb wel mijn muziek bij verder en er gaan allemaal spullen nog in het lokaal. Maar als het dadelijk echt is, hè? Nou, het kan ook zijn dat iemand de knop heeft ingedrukt. Ik zie nergens rook boven het gebouw. Want de ramen zijn ook gewoon nog open en de lichten staan aan. Hun zitten gewoon nog binnen, maar ik geloof niet dat het een echt alarm is. Dat het, ik geloof meer dat het loos is. We staan nu te wachten hier. Lekker! Gaan we even een nooduitgang? Binnen filmen. Brandalarm gaat nog af. School is leeg. Die kwam ook nog naar buiten. Nou ja. Dank u. We staan nog steeds allemaal buiten. Nou, ik zie jullie wel weer later, want ik weet nu niet wat de bedoeling is. We staan nu te wachten. Maar ik had het zo instructies krijgen. Dan hoop ik weer wat te filmen. Dus ja, jullie zien me later. Nou, we mogen weer naar binnen. Iedereen loopt weer terug naar binnen. Het was dus loos alarm. Wat ik al dacht. De school staat niet in de brand. Meestal die alarmen, 9 van de 10 keer is het loos. Maar je moet altijd vanuit gaan dat het echt is. We gaan weer naar binnen. We gaan weer de lessen volgen. En dan kom ik straks even terug, want dan praat ik jullie even erover bij. Nou, inmiddels zit ik weer thuis op de bank. Ja, even kortom. Ja, het was dus loos alarm. Wat er precies is gebeurd waardoor het afging, dat is niet duidelijk. Misschien dat het nog duidelijk wordt. Maar ik heb zeker een hitje te pakken op YouTube. Ja, zeker. Van brandalarm gaat af. Dus ja. In ieder geval, ja, verder weet ik eigenlijk niet wat over te vertellen. Ja, de BRV'ers gingen uiteindelijk naar binnen. En uiteindelijk werd er gezegd, ja, we kunnen weer terug naar binnen. Dus ja, dat was weer het avontuur. Dus ja, ik ga de video afsluiten. Dus vonden jullie dit een leuke video? Deel een like hem. Vergeet niet te abonneren. En dan niet op dat belletje te drukken. Want dan krijg je een melding wanneer ik iets upload. Later!